Hallo, welkom bij deel 4. Het is nog even allemaal ontdekken, maar ik ben dus even naar huis gegaan, want ze moest drinken, want ze dorst en je kan niemand bijten. Want alles staat erbij, behalve vampier. Zo, dus, wat was onze opdracht? Crimineel opsporen. Klik op de Sims in Batuu en vraag naar de locatie van de crimineel. Oh god, spoorsoepetje. Waar ben ik? Ja, kun je terug in. Als iemand iets over zijn te schurken wil en geen rechtschap verdienen, zoals ik zelf. Alsjeblieft, ik heb niets verkeerd gedaan, mag ik nu gaan? Ja, of van mij wel. Hier met de Batuu-bewoner. Dus we moeten schurken hebben. Zag je alleen mijn schurken? Nou, niet meer. Oh, hier. Ik zag gisteravond in de kantine iemand die eruit zag als een crimineel. Laat ik zo wel een kijkje nemen. Prettige zaken met je te hebben gedaan. Oh wacht, is het niet in die andere planeet? Of die andere wereld? Hier? Deze. Waar zit toch die kantine? Want daar heb je geen kantine, dat weet ik zeker. Oh, vergeet ik de tijd. Nou, snel. Zo, even kijken, wat zijn die? Tussen 21 en 5 uur, dus dat is nu, ook als ik op 10 heb betreden. Niet ouwe hoeren. Doet ze weer niet hierheen opschieten nou. Oké, een verdachte. Een schurk. Oh, ik word schaatsziek van die Sims. Echt. Goh.
Je gaat niet aanbehoeren op Rotterdam. En welke gaan we niet teleporteren? Nou, de schaat is straks maar in de boek. Dan kan me geen moe schelen op Rotterdam. Word de schaat ziek van. Oprotten. Wat een nou schaats ziek van. Ja, nou zien we weer gebeurd natuurlijk. Maar dan moet ze nodig weer weg in. Dat kunnen we wel eens wijzen. Ah, kom op, loop door. Dacht jij ook eens wat wegging? Hehe. Ja, nog een keer. Ah, kom op, nou, mens, gaan lopen. Het is... Ik voel schaatsie, ik vind die sim echt. Ga hier nou heen. Ja, eerst 10 minuten nadenken. Hè? Goh, wat moet ik ook alweer doen? Oh man, wat is dat dood irritant vind. Moet je ze nodig zeggen, kom de add-ons. Ik heb niet eens één add-on erop staan. Fuck off man. Dit is toch geen spelen meer. Kom op. Weg het ze weer. Doe je nou wat ik zeg? Kom op nou! Oh, de eerste volgende keer als jij dorst hebt. Nee, ik ga je niet helpen. Ik hoop dat je doodgaat. Ik laat je in de zon staan of verbrand je leven. Dat kan me niks geven. Oh! Ze weten en oppaks uit te brengen, maar om het spel een keer goed te repareren, nee. Dat kennen die achterlijke niet. Ik heb spijt dat ik je doorgekocht heb. Tjonge, jonge, 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 jonge.
God, beeldje ken het. Tjonge, jonge. Ik heb het automatisch lopen uitgezet bij je. Kom op nou. Sfeertje, ik laat je in je broek zeiken. Ik laat je verhongeren. Het kan me allemaal geen donder schelen. Wat een klote quiz, zeg. Ik denk dat het hij het is. Hij heeft zo'n raar dingetje bij zijn hoofd staan. Nee. Ah, ik heb zo'n hekel aan dit soort kwesties. Ze lijken allemaal op elkaar, ze stromen door elkaar door. Op de duur weet je niet meer welke je wel en niet gaat hebben. Ja, hem wist ik dat ik hem al gehad heb, maar ik blijf hem verdacht vinden dat hij een dingetje boven zijn hoofd heeft. Hem heb ik al gehad. Nou, jij gaat naar buiten. Ik heb nog geen arrestatie-dingetje gezien, dus. Ah, het is een 5 uur geweest. Nou, lekker dan. Weet je wat? De ballen. En ja, die cijfers gaan we zoeken. Ach, dat is niet hier.
Nee, ik ga naar weg die map. Oh, daar. Moet ik dat bij jou ook afgeven? Nee. Ah, we moeten dat teleporteren. Nou, dat komt zo. Oh nee, dat is hem niet. Ik zag wat rood, ik denk niet, dat is hem. Kunnen die dingen niet gewoon, die gasten niet op een plek blijven staan? Nee, jij bent het niet. Dit is dan niet te filmen aan mij, kom op zich. Oh, hier. Nee! Ja, ik weet wat die staat. Oh! We moeten er dus mee patrouilleren. Vandaag nog? Ja, de reden dat ze niet luisterde, ik denk omdat ze... rood was van dorst en geen plezier had gehad. En als dat gebeurt, dan slaan ze dingen in de wind. Dat luisteren ze niet. Dat was ik helemaal vergeten. Het is een tijdje geleden dat ik Sims gespeeld heb.
Oh, waarom? Aanvankelijk is het niet zo verlaten in de tijger. Vraagt de stormtroep om een schietstoel van piloot. We worden gepatrouilleerd. Wow, en met mijn ogen dicht. Nee. Gewoon wachten. Nou, volgens mij maakt het niet eens uit wat ik hier neem. Vampie ziet wat commotie in de verte. Bij een onderzoek staat Vampie ineens te midden van een bedroerig publiek dat naar illegaal droidgevecht kijkt. Onderbreken. Oh, waarom maar? Het zijn maar droids. Oh, ik hoop dat ik ook een droid krijg. Dat denk ik wel, want ik zag net... met datascore hacken. Ik zag net dat ik niet genoeg schroot had om een robot te bouwen. Maar ik weet niet wat voor robot het is. Een BB-8 lijkt me ook wel geinig. Het is wel een Jedi ding, maar... Ja, terugkeren. Op maat gemaakte BB. Kijk. Oh, kijk. Oh, de duur. 1000. R-eenheid. Ook 1000. Schurkendroïden. Karakterchips kopen. Speelgoed en schroot kopen. Verzetten karakterchips kopen. First Order droid karakterchips kopen. Nou, dat ga ik nou nog niet kopen. Want. Hey, ik heb 1000. 1700. Oh, ik heb nog geen schoot genoeg. Ah, dat kan ik toch kopen. Je mag zo je quest uit afgeven. Vergeven. Ik wil een robot. Ik wil een robot. Robota, robota, robota. Schroot. 3, 4, 5. Voor de zekerheid. Dan kom ik nog een schroot tekort. Nou. Ik heb toch schroot opgepakt? Ah, BB-8. Maat gemaakt R1-eenheid. Ja, dat willen wij. Ik rest wat. Oh ja. Kachin. Oké, gaan we naar buiten. Heb je een bij? Hierheen gaan. Oh ja, want ik zie al dat wachtprotocol, et cetera. Dus ik denk wel dat je naar bij je. Kom er eens uit. Ja, daar ben je. Oh ja, lekker lekker lekker. Tan, tan. Goed, gaan we die rode zoeken. Hij zal niet meer bij de poort staan, want dan is het al te lang voor terug. Oh, misschien is je daar binnen. Nee, er was niemand. Oh, oh, oh. Ik zie hem. Ik zie hem. Hier. Wat? What the heck?
Nou, wat gaan we eens even naar die gast, want die is alweer weg. Aan de dag. Waarom lopen die dingen niet gewoon met je mee? Die trooi te behalen. Aanzetten. Wat? Nee, dat neemt maar gewoon staan. What the hell? Volg protocol activeren. Oké. Wat moeten wij doen? Voor het kisten. Ah, die kast had ik al een keer gedaan. Nou ja, maakt niet uit. Ja, nou volgt die wel. Dat gaat sneller. Even kijken hoor, waar waren die anderen? Nou, die stonden dicht bij elkaar. Even overhouden. Wat je doet. Oh nee, oh. Oh nee, wat is het met die robot? Volgens mij kun je dat niet. Nou, is het je snoepiteit, jongen. Heb ik spontaan een heel andere kist ontdekt. Oh, 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 oh.
uitlezen. Wie staat er een? Er stond er eentje. Die stond in de buurt. Ik hoop dat het allemaal goed gaat met jullie. Oké, dit is klaar. Als ik kan niet snel teleporteren, zit die robot bij. Je kunt die robot niet in je tas stoppen volgens mij. Dat is erg lachbaar. Moet je vandaan komen? Oh, daar helemaal. En hij is weer weg. Oh nee. Als je te ver uit, dan zie je dat dingetje niet meer. Hè? Het is weer het plezier wat naar beneden gaat. Kijk, die inventaris is even zien. Ah, dan krijg je zeker dat ik ze niet gekocht heb. Moet je nou zo dicht bij hem staan? Twee mensen voor de First Order recruteren. Alleen mensen zijn welkom. Oh! Oh ja, ik ben het ook gewend. Oh, de tijd zit er weer op. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik hoop jullie in mijn volgende video te zien. Doei!